Beste kijker, beste Key Private cliënt, mijn naam is Hans Simoen en ik heet jullie van harte welkom op onze maandelijkse video. Vandaag bespreken we de eerste maand van het nieuwe jaar 2022. Naast mij staat Geert van Erk, voorzitter van het investeringscomité. Welkom Geert in onze studio. Dag Hans. Geert, laat mij onmiddellijk beginnen met de zenuwachtigheid op de beurs. We zien januari toch als een maand waarin we toch wat correcties hebben gekend. Dat maakt bepaalde beleggers al wel eens zenuwachtig. Vanwaar die zenuwachtigheid, vanwaar die angst, laat ons zeggen, in januari? Ja, dus 2021 werd een beetje gekenmerkt als het jaar van de terugkeer van de inflatie op de financiële markten. En het nog jonge jaar 2021 worden we al geconfronteerd met de terugkeer van de volatiliteit op de westerse beurzen. Nu, ik denk dat we het ook een beetje in een breder kader moeten bekijken, want 2021 was toch wel een zeer kalm jaar als het over volatiliteit gaat. Hier op deze grafiek zien we de correcties van de S&P 500 in 2021. U ziet, de grootste correctie die we gehad hebben was september-oktober, toen deze index 5% verloor. Maar de andere correcties, dat waren maar 2-3%. Dus een zeer, zeer lage volatiliteit in 2021. Dat geldt ook voor de Europese beurs. Dus het was een zeer kalm jaar dat niet gekenmerkt werd door grote correcties of een hoge volatiliteit. En dan is het voor heel wat beleggers toch wel een beetje schrikken als die volatiliteit stijgt, als de correcties op de beurzen plaatsvinden. Maar we zeggen het heel vaak in onze infosessies of in onze webinars, volatiliteit, correcties. Als belegger moet je dat gewoon aanvaarden. Dat is een onderdeel van het spel. Als je op lange termijn belegt, moet je gewoon de correcties op de beurs aanvaarden. Want, zoals deze tabel ons zeker toont, elk jaar, of dat nu voor de Europese beurs is of de Amerikaanse beurs, elk jaar is er wel een correctie van tenminste 10%. Dus dat is een gebruikelijk fenomeen op de beurzen. Of correcties van 5% die vinden ook regelmatig plaats, gemiddeld ook een drietal per jaar. Dus opnieuw, correcties zijn onderdeel van het spel, maar in 2021 hebben we dat heel weinig gezien. Het was eigenlijk een fantastisch jaar voor beleggers. De westerse beurzen haalden toch rendementen van 15, 20, 25% zonder al te veel volatiliteit. En dan is het natuurlijk plots schrikken als die volatiliteit de hoogte ingaat, maar nogmaals, is een onderdeel van het spel. Af en toe gaan de beurzen eens omlaag. Dat moet je als belegger gewoon aanvaarden, blijven zitten. Want zo word je natuurlijk beloond op lange termijn. Als je emotioneel gaat reageren en bij de minste correctie al je aandelen gaat buitenkieperen, dan haal je natuurlijk geen mooi rendement op lange termijn, Hans. Natuurlijk, bij zo'n beursdaling, en dan zeker in januari, het nieuwe jaar staat voor de deur, dan neemt het pessimisme natuurlijk onder de beleggers wel wat toe. En Geert, dan kijken beleggers vaak al eens een keer naar experten, en dan denk ik onmiddellijk aan de mensen van het investeringscomité. Hoe hebben jullie eigenlijk tijdens de laatste bijeenkomst die situatie op de markt gaan bekijken? En wat zijn jullie conclusies daaromtrent? Ja. Dus zoals er is gezegd, dus als de volatiliteit toeneemt, als er correcties zijn op de financiële markten, dan zie je toch heel vaak dat het pessimisme ook begint toe te nemen. We hebben dat ook al vaak gezegd, als het pessimisme te hoog wordt, of als alle beleggers zo goed als allemaal pessimistisch zijn, dan moet je als belegger toch klaarmaken voor een herstel van de markten. En ik denk dat we dat tot op dit ogenblik zeker meemaken op de westerse beurzen. Hier zien we bijvoorbeeld de Fear and Greed Index. Dat is een grafiek die door CNN dagelijks wordt gepubliceerd. En we zien op dit moment dat het grootste deel van de Amerikaanse beleggers, ik denk dat in Europa de toestand net zo is als in de Verenigde Staten, en we zien dat in Amerika toch het overgrote deel van de beleggers pessimistisch gestemd zijn. Zeker niet euforisch of zeker niet zeer optimistisch. Dus vanuit de Fear and Greed Index heeft het investeringscomité van Key Private al gezien dat er toch een toename is van het pessimisme op de Amerikaanse beurs. En de Amerikaanse beurs is nog altijd richtinggevend voor de rest van de wereld. We zien dat ook in andere enquêtes onder Amerikaanse beleggers. Hier zie je een enquête die wordt georganiseerd onder Amerikaanse particuliere beleggers, waarbij men hen regelmatig vraagt, wat zijn uw vooruitzichten op 6 maanden? Bent u eerder bullish, dus optimistisch gestemd, of ben je eerder bearish of negatief gestemd?
En bovenaan in deze grafiek zien we dat het aantal bears, of degenen die pessimistisch zijn, dat dat recentelijk toch zeer fors is toegenomen. En dat natuurlijk ook het aantal bulls, en zij die optimistisch zijn, zeer sterk gedaald is. Dus ook een beetje zien vanuit een lange termijn perspectief, want op deze grafiek hebben we gegevens die teruggaan tot 2012. Als we zien aan de rechterkant van de grafiek op welke niveaus we vandaag zitten voor het aantal bears of pessimistische beleggers en het aantal bulls of optimistische beleggers, dat zijn toch vanuit historisch standpunt zeer lage cijfers voor het aantal bulls en zeer hoge cijfers voor het aantal bears of beurspessimisten. En opnieuw, samen met die CNN Fear and Greed Index, is dat voor het investeringscomité van KeyPrivate toch een beetje de boodschap van een zeer sterke toename van het pessimisme onder beleggers. En dat is toch heel vaak een beetje de voorbode van een herstel van de markt. Of toch zeker een element om toch positief te blijven voor de beursontwikkeling, Hans. Beste kijkers, zoals jullie weten, gebruiken wij of is trendanalyse zeer belangrijk voor onze dienst KeyPrivate. Nu, Geert neemt vaak het voorbeeld van globale indexen. En dan denk ik onmiddellijk aan de MSCI All Countries World Index. Ja. Als we die index er eens bij nemen, Geert, wat kunnen we dan eigenlijk zeggen over de huidige situatie? Ja, opnieuw, dus het investeringscomité heeft enerzijds al die pessimistische enquêtes gezien. Langs de andere kant, een heel belangrijk onderdeel in het investeringscomité is dat we kijken naar grafieken, daggrafieken, maandgrafieken en ook altijd met een gemiddelde erbij. Dus het 12 maandsgemiddelde of het 200-daags gemiddelde op de daggrafieken. Hier zien we de maandgrafiek van de MSCI All Countries World Index. Dat is een index die alle belangrijke aandelen, alle belangrijke regio's omvat. Zowel de Amerikaanse beurzen, Europese beurzen, Japanse beurzen, de Chinese beurs zit daarin. Dus het is een wereldindex voor de aandelenbeleggers. U ziet de evolutie van deze grafiek in het groen en in het rood, en dat is het 12 maandsgemiddelde. En wat zegt eigenlijk een beetje de theorie, of wat is onze strategie? Als we boven dat gemiddelde zitten, dan blijven we belegd in aandelen. Elk profiel in KeyPrivate krijgt zijn maximum gewicht aan aandelen. Gaan we echter onder dat 12 maandsgemiddelde, dan worden we wat defensiever. Dan gaan we de blootstelling aan aandelen wat afbouwen. Wat zien we eind januari? We hebben die correctie gehad op de financiële markten, op de beurzen. Maar de index is, of de daling is stilgevallen op het 12 maandsgemiddelde. Die gemiddelden, het 12 maandsgemiddelde of het 200-daags gemiddelde op de daggrafiek, zijn voor beleggers ook heel vaak belangrijke steunniveaus. En dat zien we eigenlijk ook vandaag op de westerse beurzen. Heel veel indexen hebben de 200-daags gemiddelde geraakt en zijn vanaf dan opnieuw toch een beetje beginnen stijgen. Dus dat, die gemiddelden hebben wel degelijk hun werk gedaan als steun voor de beurzen. En dus tot op heden, eind januari, hebben we nog geen zeer duidelijk verkoopsignaal. Dus de MSCI All Countries World Index is niet onder dat 12 maands gemiddelde gezakt, heeft er steun op gevonden, is er eigenlijk van op dat 12 maands niveau, 12 maands gemiddelde terug beginnen opveren. En dus vandaar ook dat het investeringscomité van KeyPrivate besloten heeft om nog geen defensieve acties te ondernemen in de portefeuille. In de portefeuilles, excuseer me. Dus we blijven eigenlijk voor elk profiel voor het maximum belegd in aandelen. We hebben nog geen signaal dat de trend op de beurs zou kunnen gekeerd zijn, Hans. En Geert, je zegt het, geen echt grote beslissingen naar dat defensieve toe. Maar als we concreet naar KeyPrivate kijken, wat zijn dan toch wel de veranderingen die jullie hebben doorgevoerd? Ja. Misschien eerst kijken wat er in januari 2022 gebeurd is. Het is inderdaad een rode maand voor de belangrijkste beursindices. De MSCI Europe heeft iets meer dan 3% verloren. De MSCI World, wat eigenlijk indirect een belegging is in Amerika, min 5%. En toch wel een beetje opvallend, de groeilanden slechts een verlies van min 0,54%. Maar de groeilanden hebben natuurlijk ook in 2021 niet zo goed gedaan. Ze zijn ook ver achtergebleven op de westerse beurzen. Maar het is ook wel iets om in de gaten te houden. Omdat die groeilanden, als die
beter gaan standhouden, kan het misschien wel in de toekomst aangewezen zijn om daarin te gaan beleggen. Maar eigenlijk tot op heden nog niet. We zien voor onze drie profielen, profiel 3, 5 en 7, dat we in januari 2022 ja, lichte negatieve prestaties hadden van min 2 tot min 2,5%. Al bij al zijn de verliezen nog redelijk beperkt in onze portefeuilles. Dus zoals er is gezegd, het investeringscomité van Key Private heeft besloten om niets te veranderen in de portefeuilles. De trekkers die we in januari in portefeuille hadden, die blijven ook in februari in de portefeuille van de klanten. Voor wat betreft aandelen, nog altijd de keuze voor de MSCI World en de MSCI Europe. Voor wat betreft obligaties zitten we ja, nog altijd in die obligaties uit de groeilanden. En in het grondstoffengedeelte is dat nog altijd de industriële metalen. Industriële metalen die wel een positieve return gehad hebben in januari. Dus ja, het grondstoffenthema blijft ook nog altijd actueel op de financiële markten. Maar dus zoals gezegd, geen wijzigingen in de portefeuilles van januari naar februari, Hans. We onthouden inderdaad geen echte wijzigingen. Nu, onze cliënten weten dat we op het einde van onze presentaties elke maand een beeld geven van de netto-rendementen. Netto-rendementen die we eigenlijk sinds januari 2016 aan onze kijkers blootstellen. Ja. Geert, kan je daar nog eens even een terugblik op brengen? Ja. Dus eerst misschien nog de conclusies. Hè. Dus we hebben het duidelijk gezegd. Op dit ogenblik zien we toch een zeer groot pessimisme onder aandelenbeleggers. En dat is toch ook vaak ja, de voorbode van een herstel op de beurs. Een herstel dat we op dit moment wel aan het meemaken zijn. Als belegger moet je correcties gewoon aanvaarden. Hè. Correcties van 15%, dat is de normaalste zaak van de wereld. Dat hoort er nu eenmaal bij. Die moet je gewoon ondergaan om op lange termijn juist dat mooie rendement te behalen met beleggingen in aandelen. En vanuit de trendanalyse hebben we duidelijk gezien dat er op dit moment nog geen wijdverspreid verkoopsignaal is voor de westerse beurzen. En ja, op basis van dat gegeven blijft ook nog altijd de cash in onze portefeuilles op 5%. Dus nog geen defensieve acties in de portefeuilles. En dan ja, tenslotte een blik op de evolutie van de netto rendement over de verschillende jaren heen. Ja, 2022 zie je inderdaad januari licht negatief. Dat maakt voor een belegger die ingestapt is in Key Private in januari 2016 in een uitgebalanceerd profiel 5 bijvoorbeeld nog altijd een gecumuleerd netto rendement van 17,5%. Voor een dynamische belegger is dat bijna 26%. Dus voilà de evolutie van de netto rendementen. Geert, ik dank u weer voor uw deskundige uitleg. Ja. Volgende maand zijn we er terug. Beste kijker, hartelijk bedankt om onze video te bekijken. En zoals gezegd, zijn wij volgende maand terug op post voor een terugblik over de maand februari. Hartelijk dank. Dank u wel.